Begaan met de zorgen van de Nederlandse honkballers heeft Amerika een volledige uitrusting voor 20 clubs geschonken die deze dagen in Nederland gearriveerd is. Er is niets vergeten. Kostuums, maskers, schoenen, ballen, slaghouten, alles is er. Dit alles heeft Amerika's ambassadeur in het Ajaxstadion voor de aanvang van de wedstrijd Amsterdam-Haarlem aan het bondsbestuur overgedragen. Op zijn vrije zaterdagmiddag hoeft dokter Baruch zijn handtekening nu eens niet onder een verdrag te zetten. Daar staan Haarlem en Amsterdam voor de 19e maal tegenover elkaar. De ploeg uit de Steinerstad heeft de laatste 10 wedstrijden gewonnen en blijft ook ditmaal de Amsterdammers de baas. De Haarlemmers slaan beter en hun veldspel is solide. Na de eerste innings leiden ze al met 5-1 en als er afgeblazen wordt, hebben ze met 7-3 een welverdiende zege in de zak.